van harte goedemiddag, jongens en meisjes, dames en heren. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Oru Balman Tori. Het sportprogramma dat al enkele maanden oud is. We zijn er in de maand februari mee gestart. En tjim, 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 tjim. Amai kisi, tjim, voet aan de grond. De mensen die het laatst zijn begonnen te volgen van Passie Ontdekt, dat zo'n programma hebben staan. Nou, op de YouTube-channel van Radio SRS Suriname vindt u dus alle afleveringen terug. We hebben trainer Bundel gehad. We hebben Roy Vanenburg gehad. We hebben Black Son gehad. We hebben Benny Kejansi op de stoel gehad. Pata Sinhagel, Eyal Lupson, enzovoort. Verschillende generaties proberen we zo aan de praat te krijgen. De 40-plussers, de 50-plusser, de Moro Oruwang. Je merkt dat zo af de man, want Balma aan het takman toch. Dus je moet die mannen in PPP de man op tjeen zo, met de man de aflevering, Saba Orde en Saba Programma Ego. Maar feit is, we hebben gemeend om dit platform te creëren voor ook deze legends, om hun verhaal, hun story te delen met de Surinaamse samenleving, vooral de jongen. Ze kan de eer den staan voor derde en vierde, maar de jere eerste hand voor de man, ze snapt dat van Veldsrevi, dan heeft dat natuurlijk een heel ander effect. En hier gaan we mee door, we krijgen de insteken dat ik niet van de Oroebal vrouw. Ja, daar moeten we ook aan gaan denken. Tramantijmelijk bij Ernie Mafaf, de legendarische coach. Dus je kunt alle kanten op met het programma. Wat betekent dat we nog lang niet klaar zijn. Want ook uit de transport. Maar je pet met dat oor, dus de Oroebasket, maar aan de Libisma. Hoor patiëntie even. Want je ziet dat hier nog zo. Naar Herwiki, wat heeft zo'n programma. Het komt allemaal wel goed. Voor nu hebben we gemeend de Oroebalmans en voornamelijk de oud-internationals op het voetstuk te plaatsen en de verhalen aan te horen. En ja, elke zondag weer hangt echt aan de lippen van de mannen. Walaf lafu ED ook toe, natuurlijk, maar dat hoort er allemaal bij. Onze studiogast vandaag in Oroebalman Tori is niemand minder dan de legendarische doelman Roel Tempo. In de afgelopen afleveringen hebben meerdere spelers de naam van Tempo genoemd. De aanvaller, ze vindt dat hij de Golisa, die behoopt dat hij ooit in de carrière. De Golisa ook toe bij Karamaning, dat boy Ayamad bij de echte topper in haar goal. Hij is op vakantie in Suriname en zoals we met Marcel Riedewald gedaan hebben. En jammer dat den toe speler, die den toe legend, die is mis den Srevi, Awai Amangwe, Atrawai Kong. Anders hadden ze misschien samen gehad in de studio en het zou toch wel een nog mooier programma zijn met meer body. Maar goed, we doen hem dan gewoon zo. Roel Tempo, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Idoro? Ja. Heb je dat gevoel die je landet op Sanderij stappen uit dat vliegtuig? Midoro, ozo. Nu is het zo dat je vertrokken bent naar Nederland, maar je hebt hier naam en faam gemaakt als een van de top doelmannen. Hoe is het jaren way back begonnen in Chimboy? Was dat begin? Zo, Chimboy, dan van origine Minaf Mungo, geboren en getogen. Vader bij de Korabij Sirako en ja, op de kleibal altijd, Mungo altijd op voetbalfaciliteiten, dus scoren. Voetbal, niks meer dan bij Sabi. Dus ik ben pas scoren naar voetbalveld, Bonkatas, Abragoter, Gaoso, Oimbetang, tegenover een voetbalveld. En Asane, Koti, Sofutu, blote voet, stong of no stong. Nooit, is dit nog meer beter, maar dat ik nooit meer om een opangawan doe dat. Omdat ik ben hier pas stond, ik zat pas stond. Dus, nou zo, Asane, Koti, dat. Dag in, dag uit. Monde go mit zonde. Je kies van toch je go. Ja, van stiefmoeder betekent dat je dood denkt als je in de konja. Maar broer, met teka van, maar met play. Is het zo dat je van de 11 spelers op het veld er uiteindelijk beland bent in het keeper? Was het altijd zo Chimboy Ting of Chimboy Ting bij de veldspeler gehoord? Van als je dat kon? Tijdelijk. Ik keep altijd bij de. Minus op mijn schrift wie lekker kon veel spelen. Maar ik ben op mijn trainer daarbij, Erik Nelstein. Allemaal bij vinden wel dat iemand zit als aan die door dat, weet je, zakelijke speler. Middenveldje play. Dus hij blijft je zo tegen als aan die goal. Het probleem is dat je go keep, of toch dat je dat je go keep. Maar ik keeper bij de altijd kern, hoe zou je weer doen? Van het begin aan UN georganiseerd voetballen, clubverband. Wat denk je begin plek georganiseerd voetbal? Eigenlijk naar Mungo ook, de beginners. Dus apagnisch hebben we plek in Peto, van Petondro. De man bij de georganiseerd, de gebroeders Tempo, de man bij plek, maar de man bij Mungo Sportbond. Toen de tijd tegen Inter Mungo Tapu naar de club dat hij. Dus toen we plek ook doen, bij Mungo Vossi,
BD is gewoon foto, dus alles aan BD. Mm-hmm. Ook voetbalcompetitie BD. Ja. Ook toe voetbalclub BD. Nou, boem sponsor. Mm-hmm. Dus ja, die meneer Nelstein, maar bij zijn team, ba. Dus ook bij blij onderling al bijna Aladdin door op een club. Mm-hmm. Dus ook bij blij onderling, ba. Ja, teamverband. Dus we blij die spirit hebben in toen. Dus onder leiding van die heer Nelstein. Ook bij blij onderling competitie, ook bij Saramaka. En later, je komt in een vorm van scholentoernooien, je gaat komen wijnen, je gaat coroni. Maar dat ben je altijd welkbaar. Was je een foto vorige week voor Utah een foto naar internaat? Ook toen in internaat zelf, ik ben de goede internaat. Zijn een verhaal dat hij? Ja, ik ga scoren op een gegeven moment. Je bereikt een bepaalde leeftijd, zesde klas, Mungo. Toen de tijd middelbare school nog bij dus zesde klas is laag voor LTS. Dan ik moest me gewoon keuze. Maar, geef me examen, ik ben slaag. LBGO, LTS. Mm-hmm. Maar dat jong boy, ik dacht, hij moet wat foto nu. Want Abrada ben ik bato. Maar ik kan ook padre tak nu. Voilà, toen kan ik wat hebben. Maar dat ligt Jima in de Chinex moor, ik dacht, een foto ben ik nu. Zo, uiteindelijk, een collega. Maar dan moet je een adres hebben. En ik heb een foto. Maar doordat ik een kweek heb, een bank naar een man, ben ik zo sterk. Dus ik heb een paar internaat. De meeste man voor districten, die gaan naar internet. Ja. Dus daar ben je komen van voetbal, veld. Eerste deed je play bal bakken. Dus vandaar ga je naar internet. Want LTS ben je lid bakken internet. Ja. Dus daar ben je ook bij playbal ook. Mm-hmm. En hoe begon het uiteindelijk? Ben je opgevallen toen als keeper van het internet? Na zoals aan begin kon je nog een stroomversnelling? Ja en nee. Lek van mij blij naar de Biggie Boy, lek volwassen speler. Sommige bij de lek Chima ook toe. Temi kom, gelijk stempel druk, mina basi. Dis na mi goal, no man ik kom. Dus a mentaliteit dat die attitude altijd bij de hem. Mungo ten tijdens ola. Te de Chima be, mi be blij naar de Biggie zo dat hier. De zo dat hij be op een team dat hij, na mi be kip gide man. Dus zelfs inter mungo daar ben ik hier, ansi Chima go alle lek Chima. Bravo, was er even daar, suma natje, met amang goeie. Maar mijn papa heeft gezegd, maar medio Britannia naar Benny heeft gezegd, dat is pas goed. Ja, dus altijd een brutaliteit bij de, en altijd een overtuiging bij de. Dus als keeper, ik ben sap dat ik ben een veldspeler. Ik ben blij op je zo, maar mijn voorkeur, dan ga stiekem ook zo. Je blij altijd, want allemaal blij als je ziet. Ja, ja, ja. Dus ik koos daarvoor. Maar ik ben blij, maar blij, mij altijd, mijn post die altijd. Hoe ben je beland in een georganiseerde jeugdcompetitie? Nou, zoals ik eerder zei, dat hadden we al op Mungo. Nee, maar in de stad, toen je in de stad kwam uiteindelijk, van het internaat. Om eerlijk te zijn, minoplei jeugdcompetitie in de stad. Nooit minoplei kom. Ik heb 3 wedstrijden jeugd aangevallen met plei die man, omdat de man wil pleiten tegen een trange tegenstander. Maar minoplei jeugd. Ja. Dus meer ik op of die man, kom ik dat papier wel. Eerste wedstrijd voor Mino Mungo, de Gunners. Dan op Chima, een coach bij de Matifu Appa. Na een coach tegen die Appa taki, no. Oran man op Chima zo weet je, amang. Maar de kip Chima, je denkt dat hij niet kan doen, maar de mensen dat, weet je, je jongen weet je. Dus zo doen de amang dat, oké, dan me go mee aan Big Yuan, me zon tapa bangi, na Big Yuan naar de Gunners. Eén keer dat opleid tegen forwards. Legendarische forward, met jaar links naar, weet je dat de manier. Dat ik heel dag in jouw pleit idee. Eerst 5 bevende knieën zo. Dat is een nakkie. Je kiest op dat je vangen op Chimbal. Je kiest op. De man wie nu 5-0 man. Dat trainen dat op Chimbal is. Maar ze regeert idee. Maar like, als keeper, als jongman is het. Je doet wat je leuk vindt. Ja. Weet je? En je pleit aan bakken naar bal. Je stopt aan de bal. Dat is je lobby. En toen kwam Transvaal bij kijken. Wat heeft Transvaal go? Transvaal is, kwam bij kijken. Astrom IGS selectie was dat. Mungo ten ete. Salah Bando Amantak Boy. Ik heb zei ki, mo beki me kennis naar wat toe. Dus nadat we tegen voorwaarts hebben gespeeld. Dan is hij de ronde in Bato. Mm-hmm. Dan Bando en die Erik Nelstein.
dat zou die man regelen. Dus hij was, die goede meneer Bando was van sportzaken en Erik Nelsen bij de niet-trainer. Dus aan dat fout zit als een jaboy. Maar in dezelfde periode, dan hebben we elkaar overstap gaan naar Paramaribo voor scoren, zo die man collega link. Dat idee op Mike Amelo ook toe, maar gewoon Amelo, aan had bij de naam Mungo eten, dus aan had bij Konan op. Dus je legt een link, Mike Amelo, de plein naar transit bij jeugd of zo. Dus dat de mij legt die link, linker legt zo. Dan naar internet, op de idee van die dan meneer Bando contact uit. IGS selectie. OG op. Dus ik ga train eerste day. Zalig, hoe heet die, van SNL? Augustplein. Train. Maar dat is zo'n wild, man. Die zie. Papa is mogen. Maar aan de wild, naar gretigheid. Maar ook, als aan de train, look hoe die Uno naar Mongo, die Ube train. Naar heel traf was hij naar Kong, die hypothese aan die plein. Maar ja, de man bij een structuur ook bang. Warming up, opbouwen, sitcom, technisch, tactisch. Maar mina, keep me back. Eerste training, hoe zit die, Dan maak ik allemaal dat boy. Ja, die gaat die. We kunnen iets mee. Trainer Bundel bij dit daarbij ook toe. Trainer Richter bij dit ook toe. Dus zo zie je, in een systeem, dus alle de linken, dan elkaar. Dus de juiste personen, het juiste moment. Ja. Dus zo train de bundel, ben je ook de trainer voor Transvaal. Dus dan wat maat je opleid, IGS tegen Transvaal. Trainingswedstrijd. Dus nou zo, die maak ik was hier. Geen moment opleid, Tje man, ik heb gewoon met Doei Sani. Loet je zin zo met Massien Tappalijn. Dus rust, alleen die mij contact. Ik kon naar Oenu, maar ik besef nog dit. Meer blijf voetbal, omdat nu loopt voetbal. Ja. Zo is het een beetje gaan rollen. De jeugdspelers schreef je voor transie. Ik dacht, nou dat bij Robin nu Transvaal leef ik daar. Hey, nou, allemaal ook naar Oenu. Maar mij nog, die bezig gaan dat. Mij die bezig gaan voetbal. Ja. Dennis Bayen nu weer die ook toe. Dennis Bayen dacht, nou, nou, maar niet maar ik kon naar transie. Dus, je hoort het wel, maar je bent er niet mee bezig. Ja. Tegen de bundel kom, in de avonduren, meneer Bottenblijt, zalig meneer Bottenblijt. Kon naar internaat. Want inderdaad, uit Juru, moet je naar binnen. Was hij? Studieruimte. Want daarvoor ben je er. Ja. Om te studeren. Met die actrice gesproken, want de boy nog mag dat door de zetel. Ook ik ben play voetbal, 8 uur binnen. Dan Atori, directrice, het ministerie van Onderwijs. Want het liep allemaal via het ministerie van Onderwijs. Mevrouw Vreugdkobo mooi en dat soort dingen. Dus directrice, ik zeg, hou je van voetbal? Ja. Dus zo de man komt ook hier Sandadi, die begint erin naar Transvaal. Dus afspraken was, ze halen me op, maar ze brengen me ook wel terug naar de training. Dus zo als aankomt begint wakker, train. Zoals ik eerder zei, Mino pleit, jeugd pleit. Op een gegeven moment trainer Richter dacht, hey, Hoofddorp was toen. Aan mij doe je zijn niet, mijn zijn niet. Trainer Richter dacht, hey, je gaat spelen, we gaan breken, dat je. Dan heer net die meneer Sribi, pas je zal niet goed in maken. Meneer Sribi heer net die. Maar net voor de wedstrijd, Taylor was reserve, ja. Waarschijnlijk een groep speler, tegen die trainer dacht, nou, we hebben die Taylor dat kans, want in elkaar denk ik, Tjimang, dat je passeert Taylor, ja. Want hij altijd allemaal bij de reserve. Taylor play. Nou, zo zit hij. Die ene wedstrijd, Hoofddorp play, heet hij. Nou, we komen elkaar de trainer leggen uit van, hé, zo bereid die zo smaren. Weet je, aan groep ik kiezen. Dan op plein, man. Oefen de wedstrijd naar, ik dacht, Royal 95. Maar dan Taylor, nog een beetje meer telektje, man. Nu weer trainen, jeugd toch, daarmee kom. Dan man, kom maar, grabba trui zo. Wat je een trui, boy, tjie man, grap van zien. Maar meer denk ik dat, hé. Dit is nat zo, die man, weer met de grap. Ik bereken dat, hé. Dan ben je, wat ik, Johan Harad rijdt er. Dat is pang. Ja, maar wat termijn. PDS aan ik boppen uit die mogen Mino Sabi. Ik denk helemaal dat ik nog kiep langer. Maar dat is wat mij mobiliseerde. Die Sapsami Wani. Prikkelie eigenlijk? Na vrijpost. Ik denk dat ik na vrijpost is. Maar in mijn beleving, voor mij is het een trigger van Mino Go Dape. Ik grabat rij, dat geeft me nog meer prikkels. Hoe doe je best?
na die wedstrijd ook train. Dan Taylor Play PVV, Wini, Taylor Play Robino 1-0. En men ook train. Dan trainen de eerste dag nou. Nieuwe competitie. Meneer Benny Kianzi, ik kwam ook op een vakantie. Dan met train, inter moet ik op mijn train go. Dan zijn met Taki Bravo, zo man op je manzi. Maar dan op een toen aan de kip eten. Aan kon nog gooien naar go. Benny Kianzi, niet te eten, aan mijn kip. Maar, nou, man, sap je. Voor mijn gewoon, nu weer plein naar de chivan. Dan, ik herinner me, boom, eerste wedstrijd, nieuwe competitie. Loting, Transvaal, Robin Hood. Maar in de tussentijd, met train, voorbereiding met Transvaal. Hoe oud was je toen? 17. Train. Maar dan, wedstrijd, hoe kon, is het. We konden zo in het tunnel. Maar dan, Ronnie heet dat Benny. En dat je, maar Benny toch niet betekent toch? En dat je. Maar die wedstrijd, wat eerste wedstrijd, officiële wedstrijd, waar nu we play 3 jeugdwedstrijd. En dat was mijn eerste officiële wedstrijd. Hoe was die ervaring? We hebben zoveel getraind met eerste elftal, Uguani, Kerigua, Coroni, hoeveel wedstrijden, dat je jezelf een ja, al mag je het zelf zeggen, niet wij denken dat volwaardig keeper voeren. Hm. Alhoewel, van nature, je nou op Chima eten. Ja. Maar van geest, je denkt dat, hey, omdat ik pleeg aan hoe lang, jullie die ik pleeg. Dus je abaf weet ik wat ik, hey. En die man bij Ludwig Simpson trainen, alle die man bij Diaby, zelfs Benny, naar de trauma samen de play in mijn team. Maar dat is wel heel belangrijk. Was het zo in het team van Transvaal dat men, ondanks je jonge leeftijd, toch het vertrouwen had in jou? Want dat heb ik Icon Morosella verzekerd. Heeft een teamgenoot of je ook de Chayu? Nee, maar dat is gebeurd. Vanaf moment 1, die we play IGS tegen die man. Ja, 2 semis. Biggie Stampo semi, naar Ludwig Simpson. Dus, want deze niet, vanaf het moment dat ik naar Kinsey alleen zo. We laten wel 3-0. Die niet, die laat je niet, domme. Maar je hebt niet het besef dat dat naar Biggie Transie. IGS selectie, laat je Biggie Transie naar de normaalste zaak van de wereld. Maar in die wereld, in een bubbel van mijn WD, mijn mag laat ze pleiten zien. Dus mijn motivatie, zo gretig ABD. Dus in een derde manlijk, die is naar Biggie Transie of allemaal samen pleiten naar een voetballer. En ik dat we dat altijd deden. Wie waren toen de topdoelmannen bij de verschillende ploegen? Zat bij Doron Nacho en bij de Nacho keeper en de eerste, tweede, derde keus. Toen jij als 17, 18-jarige begon in de hoofdmacht van Transvaal. Zo. Hoofddorp was er. Meneer Sabdeman bijna. Weet je waarom? Zei de meneer Sabdeman bijna. Eigenlijk aan een beetje interesseert me. Eerlijk. Ik mag big, zelfs ben ik Jansi. Ah, dan ben je interesseerd meer, zoemaar naar jou. Maar dat is mijn karakter, tel ik nou. En dat erop zoemaar naar jou. Te als aan een bigelero, niet geloof naar mij. Wat is mijn invloed, tapapot. Je hebt gespeeld voor Transvaal, je door een hoofdmacht op heel jonge leeftijd. Je valt dan waarschijnlijk meer en meer op. Wat kun je nog heugen van het Transvaal team waar je instapte qua namen en Petransi Besnapu? Het team dat hij. Maar we hebben trofee eigenlijk. Aan de ene kant, Stratiman. Meer dan 3/4 naar Stratiman. Volgens mij, na Dennis ben je de enige rustig man. Stratiman in de zin van. Kita BD, hoe heet die? Vijf kade man. Luti BD ook toe. Ik ben Plato, de man, weet je? Soeverein. Dus die man, oké, boy, maar in die beleving, die man, omdat die man weer maar oru, die man bij doe de sani of roko of weet je, die man bij flexie. Ja. Dus ja, twee gezichten, maar te Udoro Tapafeld, dan attenda die transie, met de echte transie. Dus te Udoro Tapafeld, zelf één, en dan trouw je bij Amang Mopo, of Amang Lati of Amang Non Lati, of Amang kon train of Amang Non train. Zodra je play, dan hadden we zalig Pietje Frenkel. Zodra iedereen in een opstelling, dan moest ik je verantwoordelijkheid. Baka dat die, even weer fitie of want dat gebeurt soms ook. Dat je maar in een koffie op het trainingsveld. Donderdag. Maar even weer pleit staat er dan niet. Niks van dat energie. Dus dat
a Transvaal dat die. En dan ibe ab Inter Mongota als oppermacht, zeg maar, want die man bij topselectie. Ja, je ziet dus dat zijn spelers die bij elkaar gehaald zijn. Dus top teams. Ook de Benny de Matula Transi ook toe. Benny weet dat. Dus dat maar Inter Mongota in toptijd. Maar Transi, die win Inter Mongota puur aan de kwaliteit, maar puur samenhorigheid. Puur samenhorigheid. Van je ervaren periode. Voor jullie naar Transi, dan heb ik het over de rivaliteit, ze hebben die ook altijd Transi benoemd. Ja, mooi. Altijd, de man dat zodra competitietorie, Transi Ewini, monitorie benoemd Ewini. Ja, met president Cup. Maar omdat Robin toen de tijd, ik denk, ik had dat prestatie gericht, wat dat Unube dat ook doet. Maar op een of andere manier heb ik go om een bepaalde prestatie, dan Transi, dan was het net niet. Op de beker naar de play dat hij. Maar competitie, hoe ben je de hele meester? Ja. Dus dat afvraag dat altijd mijn actie is, maar hoe dan? Want toen president Cup, hoe las je voor Robin Hood? Hoe kan dat? Want competitie, die competitie, die week, we winnen die man 3-0. Want dat Marcel die dat wel tijd met jou, dat was juist andersom, kompa. En maar dat sap samen altijd Transvaal de win Robin Hood kompa. Ja, maar is dat. Robin Hood en Rigera hier kompa, en win allemaal, zolang we niet gaan Transvaal. Nou, van struiken. Maar je etaka is revi, rivaliteit. Ja. Dus alle energie zijn de man abi, alle know-how, de man pompoe in een competitieve strijd, zo voor een rivaliteit. De president Cup, dan, ja, bon bakina, toen de tijd was het 10.000 of weet ik veel. Ja. Dat niet, Terry. Maar ik ga om een rivaliteit tijdens een competitie. Niet denk keer. Waar kwam het moment dat je je eerste oproep kreeg voor de nationale selectie? Hoe oud was je toen en kan je dat nog heugen, je eerste oproep? Zelfde instapjaar. 17 jaar? Zelfde instapjaar, daar ben je alles in gebeurd. In one jaar. Dus het ja, dan achteraf is dan denk je dat je berekent dat, hetzelfde instapjaar. Eerst volgende nacho, met dit erbij. Ja. Dan, ik vind het zo jammer dat, nou, dat is al een beetje toch, een kleur, een geur, dat geeft me een boventoon voel. Je hebt een trainer die aan een club gelinkt is, dan aan mij maken we een keuze, die een speler, die op dat moment Amane de in zeg maar een onbepaalde vorm, maar Amane de kiezen voorkeur voor om die man zei kom op. In mijn beleving, dan ik denk dat toch niet door een Natsjokba van hieruit Morocco trangen. Maar op dat moment, allemaal om je heen, je eigen trainer. Als dat nou eerlijk, het ging alles dan. Heel erg mee blij. Alles dan geblesseerd, Natsjo kon heel training je trainen. Dan, want trainer reken je daarop af. Van ja, Amman vindt dat ook is die vertrouwen. Maar in mijn beleving, ben ik dan, in mijn beleving, Amman kip, we pleiten de wedstrijd. Maar je ziet dat hier, alles dan nog de ene vorm dat hij. Maar Amman kies dat voordeel voor het trainen, dus minimaal bepaald, snap je? En op dat moment niet vind ik, achteraf, dat een groep, een team, ben begonnen te trainen van, nee, Amandis, met alle trainen mee, jammer voordeel van de twijfel. Snap je? Wat dat betreft, hoe Abbasan dat in Strana voetbal, want coach is bepaald. Nee, een team is bepaald ook toe. Dat moet leren naar tracé. En je bundelijk team van trainer, dat kan beslissen voor je naar trainer, maar hoe vind dat hij, als groep, dan Amman kan hier eerst ook toe. Maar goed, de man nog bij Sap Moro beter is, maar staat erin aan dat dat gebeurt. Je bent dan 17, wat doet dat mentaal met jou om toch scherp te blijven en harder te gaan werken? Eerlijk, niet zoveel. Want, ik zal niet eigenlijk van het programma. Niet bij Amman Beribi dat, zeg wel, wanneer je komt, mijn euro door. Met daar ook, niet trainen, aan mijn trainen zie je niet. Weet je, met dan trainen, met dan ook wat trainen. Nogmaals, ben iets dom. Je maakt dat nog nog gif opkomt. Dan is bijna meteen hetzelfde schuitje toch. Hetzelfde schuitje.
Maar toen was Dennis Bainu ook hier. Ja. Zelfde fasie. Bainu is dan wat er aan mij pleit. Tele publiek schreef ik op een mooie die dat. Ja. Maar toen, kijk, toen de tijd, want hij op een machtspositie. Je me kon keuze. Oké. De man op alle wijsheid in Pach. Nou, je traint je zo, je coach je muziek is de mij proberen. En meestal, de man kiezen die afvertrouwde. Achteraf snap je het een beetje. Weet je, aan mij kies die afvertrouwde. Maar dan, je vindt dat in lega trama uit dat broer. Ja, ude. Die keuze naar dat, omdat dat naar dat, dan kan iemand het ook snappen. Of niet, of aan mij de eens of niet. Maar dan heb je hem iets meegegeven. Van, hé, broeder, die is nou mijn keuze. Je respecteert het of niet. Maar dat naar reden, dat naar reden, dat naar reden. Snap je? Maar gewoon allemaal, hoe train je gewoon twee trainingen voor zijn wedstrijd. Alles dan kort twee trainingen voor zijn. Maar dat deed mij dat, fuck, kleine, die. Nou, nou, maar kun je ze. Tien, tap zee, boy, ik kon je corrigeren naar heb ik getraind. Respect je dit dan. En wat about je eerste, of je debuut voor Nacho zelf? A place that you make your debuut met Nacho. Ja? Ik heb minder jouw ervaring met Etigo. Ja, mooi play. Hoe play tegen Martinique, Trinidad, toernooi. Ja. Play toernooi, zit. Eerste play, lassie. Tweede play, dat is dolk, chima, zo je. Deze bal, ik weet niet, maar ik dacht, dat is niet bekend, ik. Dat is 100 meter, ik. Maar dat is jouw echt geloof, dat is jouw ebribi. De atori is aan ik, maar idee in een positie, dan naar trafas. Dan precies, ik ben niet de NSD, maar ik dacht, nou, idee. Dus op een gegeven moment, dan, alles staan bij blessure, tien zo. Dat is net als Israël aan de pleit tegen Jamaica. Allemaal bij blessure, maar die allemaal bekomen. Daarom allemaal bij pleit in de club. Dus die mij lap aan. Dus in plaats van aan kiezen die ver nieuw, aan mij kiezen die bekend, half fit, contact en zo. Het is niet dat aan mij kon een camera tak, hé, kon een aanvoerder Luti. Dus Luti kon je van Pingi tak, hé, als dat nog gebeurt, hé, je play. Niet dood, dat is dat. Ik ga naar materiaal man, meneer Roep, met geen decorosis meer. Ik ben niet meer bezig dat je naar mijn meisje ook wil regeren te maken. Maar dat ben ik niet meer te vasten. En toen ik op blij, tel ik het idee. Als Soes aan mijn plein, ik ben niet meer bezig gewoon. Of ik ben niet meer bezig op alle momenten. Dat is niet meer te vasten, niet voorbereiding. Ik ben dat trouwens niet zo goed. Ja, dan ben je het eigenlijk mee. En omdat ben je. Maar de man is met naam. De man is met de biggie boy, want de man is na. Warming up. Ben je tak. Nooit, het is al de stam tot zo warming up. Alleen warming up, hè? Aman ben alleen. Tak ja, maar nooit. Minusie al die dot zo warming up. Doe amen. Maar wie ken ik rossi? Zal niet naki. Ulai ene. Dan. Je hebt een keerpunt in een wedstrijd. Je pleit wel, de bal komt, je stopt dingen. Weet je, je doet het niet. Maar dan, de bal, een diepe bal komt zo, pop, 16 meter in. Dan moet je wakker komen, maar de bal schiet door. Dan Fransman jump over de kijk. Dan moet je zeggen, je niet. Het ene keer, dan moet je dom. Daar heb je dan, je kiest wel een boost van, hé, je pleit die zie. Die is nog niet. Zelfde intermond, eerste pleit. Pleit, 10 minuten. Je kunt nog bicicleta. Ik dacht, hey, dit is mijn moment. Dan tik ik. Maar dan, je komt biggie zo dan het airplane naar view. Vanaf het moment dat hij, boem wedstrijd, play van 1-1, hoe play, of 0-0, penalty. Dan, in een penalty serie met stop 3 penalties. 3 van de 5. Daarom heb ik hier nog met de Katori. Luko, dan even tussendoor, naar Tjofno. Kijk, de man is hier, de man is naar promo via Facebook, alles aan de mij po ding. Weet je, op een voetstuk. Maar, de boy ligt bij de kans hier bij nu. Hoe doe, ons zijn niet ook doe. Maar, toen de tijd, de promo nooit deed. Toen de tijd, na te ugo, te ugo, noa journalist. Geen social media. Niets, noa beeldmateriaal, niets. Ja. Om eerlijk te zijn, kreeg me at die. Meneer Brokko, nou man, maar de boy heeft mijn lichting,
weet je, met vuist op tafel. Abbas had de boy die ze praat. Ik wil kiezen gelegen, nanga materiaal, nanga sa de boy kiezen. Nee. Onze refi door de tweede ronde, Sint Lucia en nanga de Sambati. Dus mi, is ja zo, so, DC is geen prestatie. Sa de boy leven nog. Het zal wel, want mijn juka promo, alles maar sabito, alles maar je op het telefoon. Maar ligt hem bij Nikiansi, Dennis Bainu, Purple Heart in. Ja. Odo Bonvoer ook doen, maar het is jammer dat en archiefbeelden nog dit. Ja, ja, ja. En niets is vastgelegd. Ja, ja, ja. Snap je? Dus, en is dat ons dan aan het publiek? Want ze noemen de man van je Ivini. Dus ik weet dat je man, Ivini. En hij interesseert de man om in Ivini. Hij gaat om aan Ivini. Ja. Maar, van hier ook of komt dat, hè? Eigenlijk, dat is nog belangrijk. Wat voor type keeper of atleet was jij? Waar stond je het meest bekend om? Waren het de reflexen? Waren het je inzicht? Was je een meevoetballende keeper? Fusang Roatempo bij Blinken uit zo? Ja. Ik denk in het algemeen ja, sterk. Meevoetballen iets minder. Ben ik eerlijk over, weet je. Iets minder. Maar het keeper op zich. Omdat Zalig, trainer Tito, tegen mij dacht hij. En dan had er nog even een playerbal op. En dan had er nog een mooi naar goal. Wat is Sampsa? Ik kan playen mooi van je, want ik kapot van gouden rand. En hij interesseert me. En net aan hem raak. Dat is het ouderwetse keeper. Heb je? Maar, ja. Reflex, BD. Trap, BD. Ja. Stop, pin. Ja, 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 handelsmerk, ja. Achteraf gezegd. Maar wat dat alles ging niet, belangrijk is, met doe Sami lobby en Sami geniet die. Na anatrobi om een bal niet stop in een wedstrijd of, weet je, moet je ook nog bijna naar begitting, dan je sakai brukuzo, dan je dici dat die omdat ik, hoe ben loba Sani. Ook to de Malik, Bainu, Dennis, Oebelobabal. Daar ging het om. Toen ben ik op training, te weer train. Dan weer train. Toen ook wat je denkt, dat ik naar wedstrijden mijn player. Sasan Bego. Maar ook de begeleiders die Oebe op toen ook doen. Hoe lang heb je voor Transvaal gespeeld? 10 jaar. 10 jaar. Onderbreken voor 3 tussen de 10 in dat tussendoor. 10 jaar zo denk ik. Hoe was die ervaring? Die onderbreking? Ja, anders. Want toen Trinidad bij dit appartement al even. Goed, je wint voor Trinidad. Omdat hun systeem ook. Amman Guagron. Weet je, Amman Drop. Jacquana. Nee, we plegen Jacquana. Amman BD Biggie. Dat goed appet. Amman FIFA man. Dus. Alasso, Amman met mijn injectie. Zelf in de team aan mijn pot injectie. Amman BD. Voorzitter voor Jouw Public. Nee, we plegen. Maar Amman BD onderhoud die Fenforce ook toe. Amanbe accommodeerde, maar ook dat Amanbe doet. Amanbe accommodeert aan heel kondre. En ook dat Amanbe abib chin papira, dat Amanbe lukou intermongo tapu, Amanbe lukou dres. Akel dat, je ziet het, Amanbe bouw in 2 jaar, Amanbe bouw 60 stadion. Amanbe bouw gi, dus die niet goed rappen na toeval bij de seance, lek oude kruzo. Volgens mij niet goed rappen. Nou, hier is stadion de. Amanbe potwa hier stadion. Maar Amanbe po jen tino wang, Amanbe accommodeert Aladdin club. In Trinidad. Dus aan mij fixa een sportcomplex. Dus dat na algeheel accommodatie. Daarom is het aan voetbal voor Trinidad. Nou, die akel nog daar minder morgen. Je ziet dat aan mij erop zo. Maar dat akel weer doet. Maar hoe ben jij toen beland op Trinidad? Vanwaar die interesse? Die ene wedstrijd van die 3 penalties. Oh. Dan die plein, gewoon plein om. Guinacho. Op basis van 1 wedstrijd. De man wil ook videobeelden. Konkert af kantoor. Was mij bel me. Je mind, oh, mijn belly, het zei je belly, is erin dat. Dat is zo, als ik naar Dennis ben, maar Dennis bij de in een vergevorderde proces naar België toen. Dus, de man bij dat ik het voor Dennis ook doe. Ik heb het jammer. Ik naar Dennis boven eigenlijk. Dus, ja, ervaring. Maar dan je ziet dat, als ik een trafassie heb, de maitrein trafassie, de accenten de trafassie.
Dus stappen als spelser. Ja. En ja, ook de train toe lezen, want het is man tegen je train. Dus ik heb dit doen. Maar ik heb mijn papier. Dus ik heb mijn mama weten. Dus alle dingen, eilanden, Antigua en. Dus ik heb tik de boy, dan heb ik zit een selectie. Dus zo, ik heb mijn zitten aan. Dus ik ben klein naar toe, Brasjong, toe boy en Antigua. Dus alle zit, ik heb mijn selectie. En in de tussentijd, ik heb een bepaalde competitie op ook toe. Ja. Waardoor een balans BD, ik heb 10 trangen, maar de rest trangen ook toe. Dus waardoor het niveau omhoog ging. Omhoog ging. Ja. En hoe kwam het er op het punt dat je terugkwam en had je toen meteen weer een basisplek? Ja. Eigenlijk, dan aan het publiek, aan teams, als het een big probleem was. Met FIFA en dat is dat. Dus een boy van Mambo Tekas aan over. Dus in de overgang, de meeste boy begon de brush en de man begon terug. En als hij begon minder, de man begon berekend dat hij. Motanja, draai. Zo dan, transie, mina tempo. Dat ben ik president, dus even bellen. Hij zit hier aan. Ik kon rustig bakken. In de hoop dat als aan de zit daarbij, dat je maar je trouwens kon de kassan over, dus vandaar aan de San Nobodoro. Maar dat bij de opzet eigenlijk. Terug naar Suriname. Ja, natuurlijk. Bellen meneer Kamperveen. Als aan zit hier, bel trainen, je train. Is toen Wijlen Johnny, no? Ja. Wijlen Johnny. Dus ik kon train bakken en dan. Je kies aan ruimte voor blij bakken. Want hoe je bent of keer, Japan, na transit, Japan precies. Ja, dus, na zo, ik was hier, blij competitie bakken. En voor mij, de man bij, er was geen sprake van overschrijven. Ik ben zo vast aan bij zitten. Ik dacht, ik was hier, nou, zodra je met mijn blij, probleem doet. Na zo, ik kom bij die blij transit bakken. Zit dan niet bakken, blij competitie. Voor mij, een jaar dat. Een betere kampioen, een jaar in de bakken, wel weer. Dus ja, alleen al mooie ervaring. En mijn naam, Timan, toen de tijd. Die had bepaalde dromen, zij in de deelnemen. Mijn achtergrond, ben ik me voor. En dezelfde mentaliteit, mijn ab eten. Weet je, gewoon sober, underdog positie, zit hij zo niet. Dan. Je pot doelen die schreef je van, hey, binnen een jaar, die wang daarbij. Ik vond het leuk, anderhalf. Maar dan, weet je, gewoon persoonlijke doelen. Dat niet op altijd. Niet op mijn privé reden daarvoor. Maar, ja, transiebakken, opleibakken, kampioenbakken, zei ze. Geef je tang zoeken, weet je, met je streven zoeken. Om, vertrouwen maar op betere voetballer. Ja. Dan, maar als systeem nog weer laat in toe, kijk, toen het nog een plek, dan nergens van zaken waarnemen dit nog bij de man voet zei ik, oh, moet zitten, moet chariga. En mino, die naam moet ik. Moet chariga, oh, mijn maaik, moet chariga, Hollanda, moet chariga, club, die zit dat. Maar dat regelen, die city, de economie. Weet je? En op een gegeven moment, ja. Dan je plei, privé, libi, ego, wat kan wat eraf, als je komt horen, weet je, op een gegeven moment, je gaat naar Nederland, dan probeer je ook daar, hoe zit dat sango moro varen. Maar dat is nou het systeem. Zalig, Pietje Frenkel ook doe, je met allemaal dat, dat is allemaal een zes bij je. En tel ik nog als aan deze nasranen, dat als de sportman, de mensen op dromen, zeg maar, op begeleiding, nodig. In geen enkel vorm. Dus de man die ze denkt, de man die op zijn papieren, tien doezoen, dat naar begeleiding. Weet je, more dan dat, de van die begeleiding. Dan, die theorie, hij begint ook zo. If je gaat playbal, je playt je team, ouders, broers, sisa, if de Michael stapt, CFL, dat is al een vorm van begeleiding, steun. Maar hoe je denkt dat begeleiding, dat je zit aan die jaman, alles aan kan en krijgt, ja. Maar dat aan de begeleiding, niet eens aan zo jaren. Want, niet op een manier wel van, if op een of andere manier, een begeleiding biedt adequaat,
dan de boeilijk ben ik Jansi Dennis Baino, dat we blij in een bepaalde competitie. 100%. Dan niet eet dat je bijvoorbeeld Michiel Assonfu, Ivanilo Vrijter, Israël, maar blij. Als die man had, blij naar Israël. Dat soort competitie, een blij. Weet je, maar die link, alleen nog niet. Want de meeste boeien de man gaan naar bijvoorbeeld, Wamachari gaan naar Nederland. Dus die man gaat op, hè. Zelf, de man zit niks, of de man op niks, dan je komt in een bepaald systeem. Survival systeem. Want de man gaat op, hè. De man zegt, nou, zo goed, de man is zo goed. Dan je komt in een bepaald systeem. Allemaal zit in zijn invasie. Weet je, maar als iemand dan in survival zie, dan ik kan in mijn situatie mee dat ik toevallig in Wedena was maar zijn Besap Franshoek Isabida, keeper trainer voor nationaal elftal. Franshoek BD, leraar voor mijn toenmalige vrouw. Dan kan het snel gaan. Dus link aan mijn binnen naar Hollandia, dat zou ik opleiden bouwen. Dus in mijn geval ABD zo. Maar voor contrapato die bakatak, een begeleider is essentieel. En nou, omdat je gaat trainen, want trainer leg je uit wat je moet doen, dat naar begeleiding. Het is veel meer dan dat. Met welke coaches heb je het prettig zo werk? Dat is zo. Eerlijk? Allemaal. Dus dat ben ik niet gelukkig ook doen. Dus je hebt net een coach, sa in geniu. Net ako sa e Gia Push, Franklin Richters, Wesley Bundel, Tito Rodriguez, keeper trainer dan, Rusty Rustenberg, ook Rock Olof, maar ook Perperaan. Ja, wie? Want allemaal put one PC, zeg maar, in een systeem. Maar ja, de coach voor mij, club, Pietje Frenkel, Wesley Bundel, Frank Richters. Mij neem ik onderscheid. Weet je? Waren er aanvallers naar wie je opkeek, of in die zin van Mansa Berigeri, maar je bouwt een instelling dat boy, abakan na die zimosora, want dat mij aan mijn vast aan dat bego, want je bouwt man, zei playbal, oké, okay, jij was bij Transvaal, waar dacht ik ook Godo was, dus je hebt die tegen Godo gespeeld, denk ik echt. Maar waren er andere top aanvallers voor je zei van hey, Tidemina Baas Manolai mi? In mijn denkwijze, Juna aanvaller, Mina keeper, ten alle tijde Juna vijand, om het zo te noemen. En als het was, hoe we play huur of lange man meer zijn van naar huur aan man, Robin Hood. Ja, lange huur. Maar je bent op 10 uur ook toe. Maar je bent op 10 even de vleider ook toe. Dus in mijn systeem, anders tegenstander na tegenstander. Een kleur meisje, zodra je een kleur moest elimineren. Anders erop ze maar op. En dat ben je mijn target altijd. Ja, tuurlijk. Ja, ben ik Jansi. Dan, ja. Niet alleen ben ik Jansi. Heb je tegen Benny gespeeld? Tussen de tijd van Inter? Nooit allerlei. Klopt nooit. Maar dat ben je aan het triggeren, hè. Want misap wel eens dat dan even terugkomen op begeleiden, maar ook stimuleren hoe we trainen NGVB. Blijf. Dan 1-1, Denny Kiansi. Hij doet er alles aan voor Lajabal, maar toch nog misstopping. Dan in plaats van trainen tegen, in dit geval niet van keeper, hij goed werk. Naar mij baar ben ik Jansi van zijn in een laaibal. Dat mee bedoel naar begeleiding. Dus de juiste pion, hè, te iemand onomloopt. Ja, moet leren ook te complimenteren. Ja. Niet alleen kijken naar wat fout is gegaan of niet gelukt is. Ja. Hedendaags mee doe aan je trainer. Mijn motto: niks nog fout op een voetbalveld. Dat is mijn motto. Niks nog fout. En als het tussen haakjes fout is, dan is het ding. Want idee in de positie zo, dat te ik bij corrigeren, te als dan zit ik bij, dat mijn pa toch gewoon naar de kleedkamer, je naar kan allemaal je sklap, even allemaal incasseer dat die. Maar dat valt niks nog fout. Zodra je bouwt dit binnen de lijnen, niks nog fout. Want idee in de gelegenheid voor zitting. Ja,
Surinaams voetbal, in het algemeen, Sami Eshi, Sami Mekmei, dus Mine Takfu. Daarom trainer Pietje Frenkel altijd petje af. Naf Emile Rassan, niks, no fout. En mocht Asan, Amambeta Asan no wakalek fout train of fout wani, dat idee in een gelegenheid voor zitten eten. Heb je? Hoe kijk je terug op je carrière aan het al? Hoe oud was je toen je stopte? Dat is dan minus stop, ja. Zodra je de voet doet, dan heb je aan de minus stop. Ja, maar ik niet denk je nou, ja. Je gaat keuzes maken, hè. En zoetjes aan Diego in het trainersvak. Maar je, de keuzes, tijd, energie. Chinkonde, OCD. Ik ben bezig voor zetten was aan op voetbalsysteem. Maar dan je probeert aan te zeggen, zei Luke dat hij. Want de club voor Holland was de man naar de 6e divisie. De mij train. En als de man dat de mij train volle is wel wiki, de mij train volle is wel wiki. En dat die de IT man er komt, Tamara. Want de club de man chaman. En als IT man er komt, de man op IT trama. Dus at trainen ego door, weer of wind. Dus, maar meer luk dat hij. Kan ik? Maar vooral wil ik het opbrengen. Dat alle leeftijd zijn idee. Dan je loopt je positie aan zeggen en zeggen van hé, met de bezig is het jammer eigen. Dat gaat goed. Dat pijn op de energie. Voor plein naar een club, je vindt een beetje money, je libi. Of moet op de energie in een zijn idee bezig gaan. Want dat is op, dat is nieuws aan, dat is opkomende. Achteraan, leeftijd, skin. Dat is afbouwende. Dat je kan kiezen voetbal of naar de manier. Of je hebt de energie in de sansa UZT. En mijn keuze, mijn heb de jammer energie. Dat is aan de. Ik kan blijven. Maar ja, nou, keuze, in mijn keuze zo. Hoe is de switch geweest van voetballer zijnde naar het trainersvak? Wat trigger je eigenlijk? Om eerlijk te zijn, vanaf mijn goed heb je naar Hollandia. Een beetje dat hij. Je pleit, maar de mijn actie ook te voegen was dan terug naar een club. Iedereen dat bij je pleit, dan denk ik oké, okay, idee ja, spelers. Door je trainen, we trainen bijvoorbeeld uit Europe, maar wat dat 6 juli is je man kon naar club, dan je prima naar een jeugdteam. Dus de mijn koppel alle spelers naar een jeugdteam. Omdat de team man voelt aan jeugdteam, de mij loopt op naar je dat hé, want de mijn man pleit daarbij. Dat is de kelle zitting, dus de mijn loopt dat hé. Want die me, want die ben ik hier aan die, nou daarom doe ik die takje mee leg je dat. Systematisch, niet bij potassen in de man die. Niet in wat komt aanwaaien. Zal je? Dus de boy heb ik, wat, dat heb je een voordeel bij toch? De tjima en luk het ook, hey. Want die me, want die ben ik hier aan die, want die me, want die ben ik bij nu. Of wie dan ook. Alle jeugdspelers deze. Dus dat de kelle die koppel alle de jeugdman, de team, naar een, zeg maar, naar een speler. Voor jouw training, dat je traint de man. Toen zei de man af te kwam je trainen, dus de man af paar jaar, dus intern, de man leidt je op, plus de man leidt de team op. Dus dat ben ik begin, keeper training geven. Dus heb ik bijna mijn keeper training, dan ben ik trainen aan de team. Maar dat hij daarmee gaat trainen aan het team. En je train, je leer, weet je. Je probeert je voor je eigen inzicht en eigen beleving. Je deelt aan zo'n team. En als dat niet gaat, drie jaar je kies wel een team. Op een gegeven moment, je kies wel een groep. Dus vandaaruit je leer, je moet niet je. Maar dan maak je ook toescholing. Want dan maak je dat, broer. 10 opleidingen, schrijf je in, pay money, onweerpijn. Dus een club investeert in je speler, maar ook als je wilt trainen, dan maak je een gelegenheid om alvast voor begin, voor zelfs boy voor 17 jaar. Je maakt een papier gewoon. Omdat een club begint investeert in iemand later, en wat is de structuur voor een club,
En als alles aan zijn gebeurt in een club, dat we naast een buitenstander. Dus we beginnen zitting in Ozo. Zouden meer oud-voetballers van het Suriname misschien moeten kijken richting het coachesvak? Ja en nee. Of moet het echt in je zitten? Nou, ja, maar het is een persoonlijk iets toch? Nu goed, ja. De meid, dat kan zijn niet. Grote voetballer hoeft geen grote trainer te zijn. Hmm. Je moet het kunnen. En want kernvak voor trainer zijn is overdracht. In een man dragen over, kan je, vind ik in een man die aan trainen. Ja. Dus je mag sabbat materie of je mag van je wanneer, maar als je niet, geen overdracht kan doen, in een man overtuigen van Tjiman, in dit geval wat je aan jeugdspeler of wie dan ook, van hé, 1 plus 1 is 2, maar traformule die voor bereiken 2 ook doen. Ja. Heb je? En is zo aan Tjiman normaal nemen aan view. En wat voor overtuiging dan ook. Want dat gebeurt vaak, hè. De mij, de man trainer, omdat ze gezagvoerder zijn. De man trainer, de man in bepaald. En, maar dan zie je ook dat de boy ook toe. Dat is aan mijn city wel. Dan zie je, bijvoorbeeld, voor mij eigen is maar. Trainer Job Beres zijn. Biggie trainer. Bij lobbying. Aan de Amad Bedena systeem dat mij ook toe. Maar nu, mij go naar... oase, dan spelsituatie, je ziet dat, dan mijn baraboy. No, zij die doet dat niet. Uno weg, zij ook toe. Amma we bar, maar uno we accepteren. Toen was het normaal. Maar nu je chassan vanuit een andere oog. Inom doet dat niet, mitai gitak inom doet dat niet. Dus dat puntje van mitai gitak inom doet dat niet, in doet zo, daarmee stomp je al een voetballer af. Toch? Want aan mijn eigen interpretatie, aan mijn eigen ik systeem samen sabi samen corona je content juist in tijden want je kan doen dat die is een afspraak niet veni poti egi sausu erbij en dat ubeki sis trainer Brindel trainer Pietje poti egi sausu zorg dat je binnen de afspraken blijft en is dat nog leuk los je op vijf veni maar je ziet ook de meeste trainers de man alleen maar afstompen niet vindt dat je moet doen dat hij zo maar ik zeg maar dat, maar zij er niet meer tussen. Ah, maar leg je uit. Snap je? En dat kan niet in Chassan zo jaren. Niet in Loeken zo. Niet vind ik dat in het Surinaams voetbal om lid de Tjiman met de man plein naar het eigen systeem ook toe. Want we gaan leg de man op, de man plein lek faou aan je lek faou ons abi. Maar om die de man ruimte met de man door. En niet afstraffen bij 1 fout of 2 fouten, 3 fouten, 4 fouten. Nou, een leerproces. Mm. Maar ik ga fout 100 lezen. Is hier waar de boeien plein naar terug. Kan je de mij pas in een wedstrijd 60-70 formules toe? De mij tanden was zelfs de zanne. Als je een lezen is, dan is dat niet. Het trainen niet, geen patroon. En omdat de eerste lezen niet lukt, de mij draaien heer zanne. Dat zo blijf je aan de gang. Ja. Tot slot, heb je een match gevolgd gisteren en hoe heb je die wedstrijd ervaren? Ja, over Nacho heb ik een bepaalde denkwijze. Weet je, dat hou ik voor mezelf. je hebt meegekregen hoe of wat. Maar ik blijf vinden dat het moment je iets doet met naam en faam, je plakt de etiket op. Dat is aan een goal aan passie. Weet je? Kijk, dit moet je blij wel. Daar niet van. Maar hier en daar je hier ter bevordering van Surinaams voetbal. Maar als je tekwam, team, want 18-tal. Dan heb je voor die man blij. Heeft dat niets met Surinaams voetbal te maken? Want dit team is daar onder. De man is blij. Toch? De man is kiesarend. Want je tekwam, je team daarbij. Dan heb je voor de hetzelfde, simpel voorbeeld, in Osotori. Inter Mungotapu, toen de tijd. Oké, maar voor die mannen kan dat. Inter Mungotapu heeft toen de tijd. De mannen bij op je speler. Dus ik ben niet aan het blesseer. Nou, maar nog maar vallen. Maar Transi had dat wel. Transi bij op mijn vijver. Heeft niet vallen uit, maar trak je breed de. Ja, is dat verschil zou dat zijn. Niveau, kwaliteit. Maar
die man kan vullen in. Hetzelfde gebeurt nu. Frans Fiona, die man pleit naast haar selectie, toch? Dus, heeft die man veel een soort van in een structuur, in een systeem voor mixing, maar ook de lokale jongens meer. Niet, Vinnie? Ik zou het doen met meer lokale jongens dan jongens van buiten. En als je denkt jongens van buiten, dan lijkt het bij eenmaal weer dat Tori et Chadori. Aangezien Utak wij investeren ergens in voor toekomst, moet je ook spelers nemen die een toekomst hebben. En als spelers zou ik moppen uit dat systeem. Niets naar niemand toe, ja, maar mina is er aan een boy, ja, beloof ik is er aan voetbal, dan moeten we dat ook zo doen. Begrijp? Ja. Nou, wedstrijd, ja. Want een heleboel mensen hielden wel hard vast dat we met een veel hogere score ter onder zouden gaan. Maar die 3-0 was een beetje mild. Nou, nee, maar omdat ik zal weer met dat in het programma. Kijk, Surinaamse toeschouwer of Surinaamse. Resultaat. Wij zijn resultaatgebonden. Zo is in alles aan het oh, neem go van A naar B. Maar van je wordt dat heel belangrijk. Nou, dit voor een supporter in Luku aan pleiten. Ja. Hij is onwinnie. Maar een proces in ons opvaren die man die of. Het kan ook zijn, niet naar onze jongens toe, dat dit allemaal dat, hé, ja, oh, je hebt je zo gast komen we er ook. Dus middelmatig te doen, het kan, hè? Minder tak dat hij. Alla eer gide boy voor nu. Maar dat na play, bepaalde play, hoef je niet heel veel in te steken om een resultaat te halen. Ja. Dat is dat puur voetbaltechnisch, ja. Tactisch story. Niet, en met play nou een team zat helemaal naar onder. Meer dan play 100% hier, hè? En mijn man play 50 om resultaat te halen, waarom niet? Ja. Maar dat is het systeem, zei de Man City. Dan is resultaat, het gaat erom, neem techniek 3 punten. Punt. Niet meer, niet minder. Alle respect die de boven ze daarna ook doen. Snap je? Maar Mexico is Mexico, hè? Alle weken had je mijn play, hè? Ja. Dus die dingen moeten we niet. No. Weet je? Ja. Oké. Okay. Nou, een hele mond vol. Roland heeft met ons een heel uur gevuld. En jullie loont daar, jullie loont. We zijn lekker om 3 uur begonnen. Het is nu kop 4 uur. En we hebben een heleboel van ook de oratories van Roland Tempo meegenomen vandaag in Orobal Mandori. En ik ben niet dat ik nog maar niet naar Westdanga toe mang. Dus ik voel dat ik nog gemiddeld een half uurtje ja, gaan. Ja. Met dat tempo hebben we lekker een uur vol gemaakt. Maar het was zeer aangenaam. En waar genoegen om Royal Tempo in de studio te hebben. Een laatste shout-out. Er is maar zijn Arkikande door een CI Holland of Winspiris. Maar de. Volgens mij denk ik dat Dennis zijn Arki toen. Abosukoef Arki. Ja. Want de mijn volging via www.radio.srs.sr. Was mijn belkonko. Arki is mijn belkonko. Ik was mijn idee. Hallo. Ja, goedendag meneer. Goeiedag. Ik spreek met mevrouw Ellen. Mevrouw Ellen? Ja. U bent voetbalster? Nee. Had u een opmerking over het programma of over onze gast? Ik heb het over een programma aan en ik nu zit te kijken. Wat programma is dat? Ik zie 96.3 FM. Ik weet niet, ik heb aangeschakeld en ik zag weer Radio SRS. Ja? Maar wat programma is dat? Het gaat over volksgezondheid. Oh nee, is het een herhaling, mevrouw? Het is een herhaling. Ja, het is een herhaling. Ik wil even iets aan u zeggen. Het is niet live. Maar dat was heel snel. We zitten in een heel ander programma. Met een gast die dus zo meteen moet vertrekken. Wilt u niet morgen terugbellen? Oké. Ja, mevrouw Ellen? Ja hoor. Dan maken we die afspraak, alsjeblieft. Oké, ja. Met gesproken? Met Ernie Enig. Oké. Ja hoor. Ja, goeiedag. Weet ik, dan gaan we een voetbalfanaat worden. Ja, hallo? Zomaar die zien? Hallo? Een verbinding, takro. Hallo? Dat is maar snel, maar takro. Bijna. Hij is maar niet? Maar hij is niet zo. Met wie spreek ik? Hislop. Hislop? Ja. Je bent daar constant snel? Ja, kijk, precies wat die man zegt. Kijk, een probleem zo aan die praat. Wanneer we beginnen met de lucht. Ja, heb niet heel lang in haar zijn. Nou, weer een potomse drukstelling. Dat je zo moet spelen, je moet zwart spelen. Dat is een nieuw roko. Je moet je lukken.
van amma ik maar doen zijn toch dat invasie het makkelijkste maar wat de trainer doet de mij opdrukken ja man en de heleboel van de trainers dat kunnen moeilijk niet analyseren hoor. En dat maakt het ding nog moeilijker begeleiding en begeleiding in de amam mati amam pa amam berada. We moeten alle ontkenningen die ze kunnen begeleiden. Abu met een grote in mijn geslop. Thanks ga insteek die zin aan Sam Sansa ook toe ongastaki. Adrukstelling we moest hebben toen misschien want een jonge speler heb je creativiteit ook toe kan de en dat moet hij verstomd raken. Roel. Ja, ja. Is dat morgen? Maar denk je, alweer van jullie denk je? Ja, maar look, ja, maar dan heeft Usabi voor Asande en Usabi ook toe onze ranaman, allemaal eigenlings. Dus if you go rechts, de man dat hij zei je doen. Ah nee, de man heeft actie meteen zei je doen. Of je naar Dalaman, of je naar Lagima, of weet je. En nou man nou maar op het tak, hey, koko lukus aan de rechts ook toe. Dan denk ik van het tak ja. 100% tak sma ode tak. Sama, suma man na ding na een. Nou man, sami we play bound, sama sabi. En dat nou aan toe is een nebo voor dat assisteen. Je moest de bereid voor. Arkis aan het aan mij tak ook toe. Was aan nou aan Chimang, of nou, die speler. De midden play kam na grom, mes doere. Mes don tapa grom, de mes don tapa bang. Op dat moment, de man moest go play, de man biggie, mina trainer. Mina, heb nog een invloed. Enige invloed sami abi, in een pleinlijk familie wani, mi kapuri tapa veld. Verder heb je niets. In een nog invloed. Dus, u moest leren voor hemel den chima op ook toe. Gie de man biribi. En je gaat zien, if he boygi go na de man, tap de man niveau. No snapu lek mina trainer, maar boy, ik kom met de man. Hij zegt meeveren en meebuigen en terugveren. Je komt met dat manniveau. Dat je zo je chara maakt in je systeem. Telk, ik ben een perfecte match. Dan is dat niet ook. Maar om je de man te zien zo. Ik ben dat na zo kwek je dan. Om abrespect je die gisma. Niet om abrespect je de man ook doen. En waardeer de man in de man. De, maar vooral, zou de man man doen. Dat moet ook waarderen. En als je allemaal fout bent, dan is het fout. Als je allemaal boem, dan is het allemaal goed, broeder. Ah, je moet erbij. En daardoor de man ook op biggie. Daardoor de man ook op biggie. En je roept op zijn rural tempo. Dus toen is het maar wat wie stappen. Misschien wil je een shout-out geven aan vrienden, familie, zei Arkino. Want ik kan niemand toesmaken, dan ben je niet eens dat ik hier door kan rennen. Nee, Arkino zegt, oh, wel eens hier altijd. Nee, maar altijd, ja. Ja, na boro we boro kom, weet je, maar soms, na leksamita in me altijd, me loop me underdog positie. Me aan Holland, me kona also, if na ma of familie, is dan even rustig. I drip trase, I want chin so rust. Weet je, dat je suko op, suma je want suko op. Maar hoe de, we zitten. If on Sunday, last me train na transi. If I ben, kom baka. Maar if on Sunday, dan, je pay. Na me eigen droom, me droom na, Fushi asra na voetbal op een bepaald niveau. Want de Ingrisman no moro beter dan uno. Echt niet. Mijn plein na trainen de maat op een moro uno. Maar wij moeten wel samenwerken. Ja. En je hebt maar andere. Samenwerken, het sleutelwoord, want daar kunnen we een veel, veel, veel betere job op doen als het gaat om samenwerken. Ik bedank Roland Tempo voor het zijn in Urubal Mantori. Ik bedank Benny Keansi. Ze ben je net een partner voor mij in het programma DC. Ik kan ook Benny gewoon een telefoontje en mijn naam Lee. Aan mij kan moeite taxane City. Zelf ook gast geweest in het programma. En we gaan er gewoon mee door. En alle insteken, alle suggesties om dit programma een beetje uit te bouwen, beter te maken, nemen we natuurlijk mee. We begin denk je ook toe van wat ik denk tra Urubalman zei ta Holland, zei Liba Holland, ze kan er mee komen. We hebben de optie om ze misschien te bellen en telefonisch de interviews te doen. Dus we kunnen nog veel meer kanten op met Urubalman Tori. Blijf ons volgen. Elke zondag weer zijn we er. En zo aanstonds, ik denk over een kwartiertje of 10 minuten, is deze aflevering ook na te kijken op onze YouTube-channel. Dus Imising, je kunt op YouTube-channel Radio SRS Suriname en je vindt Urubal Tempo. Na alle intra aflevering tapa channel in Luku rustig. Dat jouw mooie boe idee van Fasane Go. En va den tori bij Donanga de Tramana Sautakikba. We zijn er volgende week zondag weer. En in de loop van de week, begin van de week, hoort u dan wie onze volgende gast is in Urubal Mantori. Fijne middag, stay safe en tot de volgende keer. Goedemiddag.